Welkom bij de klaptafel. Af en toe laat ik natuurlijk mijn haren knippen en ga ik naar de kapster. Ik heb thuis ook een mooie hond en daar ga ik ook mee naar de kapper. Maar ik wist niet dat je met een poes naar de kapster kon gaan, een trimster. En ik ben hier in Bilze geraakt en ik ben bij Helen. Dag Christel. Dag Helen. Ik moest nog even nadenken van, spreek ik het goed uit? Maar ja, ik heb het goed uit. Ja, het was juist, ja. Hoe is de naam van de zaak? De zaak heet Cat Friends. Je hebt daar de naam Cat in, van katten. En Friends, je hebt er fur, vacht en Friends daarin verwerkt. En daarom Cat Friends. Ja. Hoe lang ben je eigenlijk actief met jouw trimsalon? Ik ben het trimsalon gestart op 4 oktober, Werelddierendag. Echt? Ja. Dat was ook wel een beetje zo... Ja. Overlaag? Ja. Ik ben in september afgestudeerd en dan 4 oktober officieel gestart. Dus ik doe het nog niet zo heel lang. Bij mijn eigen katten wel al, want daarom ben ik ermee begonnen voor mijn eigen katten. Ja, dus eigenlijk is dat een hobby geworden, wat uiteindelijk jouw beroep is geworden. Is dat fulltime jouw beroep? Nee, het is niet fulltime mijn beroep, maar het is wel een hobby die een beroep geworden is. Ik ben zelf kinesiste, ik werk met mensen met dementie. En ik vind dit eigenlijk een ideale aanvulling, omdat ik eigenlijk niks anders doe dan mijn hele leven dan katten helpen. Dus ja, ik vond dit de ideale aanvulling. We hebben daar juist katten gezien en je zei tegen mij dat dat adoptiekatten zijn. Ja, ik heb eigenlijk alleen maar katten uit adoptie, ook wel raskatten ertussen zitten. Ieder met zijn eigen verhaal. En dan merk je wel, als je heel veel met katten bezig bent, dat ze toch wel hun eigenlijk een mooie ware aard laten zien. Als ik denk zo naar een... Ik ga naar een kattentrimster. Mm-hmm. Ik had daar nog nooit niet van gehoord dat je eigenlijk bij een poes kon hier terechtkomen. Dan denk ik dat je met een langharige kat moet komen of... Kan je ook met een kortharige kat? Ja, het kan ook met een kortharige kat komen en dat is helaas soms ook nodig. Maar het grootste gedeelte zijn wel de langharige katten, ook de raskatten. Of katten die buiten lopen. Bij kortharige katten merk je vooral als ze bijvoorbeeld ziek zijn of wat ouder worden. Of overgewicht hebben of bepaalde plaatjes niet meer goed aankunnen. Dan is soms wel wat hulp van een kattentrimster nodig. Ik had ook gehoord gehad in ons voorgesprek, of heb je mij verteld gehad, dat je soms de klant die hier komt ook leert hoe die moet kammen. Ja, ik vind dat een van de belangrijkste dingen, dat ik de mensen, de baasjes eigenlijk, aanleer van hoe je thuis aan de slag gaat. Als je dat gaat nu even fout doen, gewoon daar zo overkant, dan gaat je de onderkant missen. Nu, wij letten op de signalen, oren plat of zo, dat is van hoe ik voel me toch niet 100% op mijn gemak. Nu, ik ken hem omdat het mijn kat is. En die staart sweepen bij een kat die hier voor de eerste keer komt, ben ik een beetje op, let ik op. Hoe doen we het dan wel? Dus eigenlijk, de dons zit onderin en je gaat eigenlijk de onderharen en dan gaat je zien, je gaat ook veel meer uithalen en de dode haren. Dus ziet je, dan heb je eigenlijk al dit, zijn de dode haren. Doet je dit, gaat je de goede haren en de kat vindt dat dus echt niet leuk. Waarom? Omdat in een trimsalon is voor de kat nog altijd meer stress dan als ze thuis kunnen gekamd worden. En als je thuis kan onderhouden, dan is dat eigenlijk minimaal. Moet je bijvoorbeeld maar 1 keer per jaar naar de trimster gaan of wanneer het nodig is. Ja, je had ook gezegd in ons voorgesprekje dat, dus precies, ja, ik zit dan meer in de beautywereld. Mm-hmm. Gelijk in gelaatsverzorging, dat ze om de 6 à 8 weken bij ons komen. En hier is dat ook. Dat ze beter rond de 6 à 8 weken komen om nog eens na te verzorgen? Of? Dat is afhankelijk van de kat. Als je thuis niks kan doen, is om de 6 à 8 weken wel echt nodig voor een langharige kat. Heb je al eens iets ergs hier meegemaakt? Dat je hebt gedacht van, oh, ik moet die kat scheren. Ik weet ook niet helemaal of dat gaat. Heb je dat al meegemaakt? Ik heb wel al katten moeten scheren, omdat het zich vult had ontwikkeld. En dat is echt wel, doet wel een beetje pijn. Pijn aan je hart. Ja. Omdat die kat dan daar pijn van? Ja. Het vult doet pijn aan voor een kat, omdat dat constant voelt alsof er in je haren wordt getrokken. Dus als ik constant aan je haren, dus bij iedere beweging, gaan die dat voelen.
Nu, baasjes weten dat niet altijd en voelen hun soms schuldig. Ik heb zelfs iemand gehad toen die zag dat ik bezig was, die begon hier te huilen. Ja, ja. En die zei van, en die kat was perfect. Als je die zag, je zou zeggen, er is toch niks aan de hand. Maar als je dan voelt, ja, die ondervacht was volledig vervuld en ik heb de hele rug moeten scheren. En daar ben ik binnen een uur aan bezig geweest, omdat het zo vast zat. Ben je al eens aangevallen geweest? Ze hebben wel al eens op mij geblazen, willen aanvallen, maar het is heel belangrijk om die subtiele stresssignalen bij de kat te zien. Je hebt tegen mij ook gezegd, of we hebben daar straks gezien, als ze zenuwachtig zijn en ze hebben het niet graag, heb je een stinkkussentje gemaakt of hoe heb je dat? Ja, dus trappenkussen. Ik ga niet meer nog aan de ruiken. Nee, dat zit dus valeriaan in een kattenkruid. Ik maak ze dus zelf. Waarom? Omdat ik dan weet dat het juiste product erin zit. En daar hebben ze graag of wat? Daar kunnen ze wel redelijk gek van worden. Je hebt daar eigenlijk twee verschillende reacties op. Ja. Ofwel heb je katten die daar zo op reageren dat je niks meer kunt doen. Sommigen gaan eraan beginnen likken. Ja. Oh ja, zij ofwel heb je katten die daar zo op reageren dat je ineens alles kunt doen. Ja, kijk, die daar heb ik al buiken mee kunnen scheren waar ik ervoor er niet aan kon komen. Je geeft dat en dan kun je ineens alles doen. Ja, ja. Dan maakt ze niks meer dus, aan. Tijdens het trimmen leid ik hem dikwijls af met dit. Met een stinkkussentje. Toen ik naar hier kwam, ik wist echt niet wat ik moest verwachten. En toen dacht ik van, staat daar een bad en dan gaan ze daar shampoo doen? Maar dat is dus niet. Nee. Een kat verzorgt zijn vacht. Ja, want zelf, die ligt dat eigenlijk. Een kat is heel veel uren per dag bezig met gewoon zijn vacht te verzorgen. En als wij dan met shampoos en allerlei geurtjes gaan beginnen, dan gaan andere katten in huis die ook niet meer herkennen. Hoe lang ben je zelf bezig aan het trimmen van een poes? Ik calculeer altijd een uurtje in, omdat ik ook de tijd om de uitleg aan het baasje te geven en dan ook tussenin wat spelen en wat knuffelen met de kat. Bij sommige katten is het gewoon de tafel op, die vinden dat oké als ik doorwerk en dan kan ik eigenlijk op 10 minuutjes een half, of soms een half uurtje de kat helemaal klaar hebben. Soms is dat langer en soms splits ik het op in twee sessies, moet je terugkomen. Moeten ze ook niet extra voor betalen, ik beslis als de kat te veel stress heeft, dan wordt er gestopt. Oh, dat is ook heel leuk. Wat zijn de prijzen? Basisbehandeling is €50. Daar is bij de eerste sessie ook altijd de juiste kam bij. Die krijgen ze dan mee met de uitleg hoe ze moeten thuis aan de slag gaan. Kom je binnen de 6 tot 8 weken terug, dan is het €30. Dan is dat een onderhoudsbehandeling. Is het een vervilte kat, dan is het €75 met het scheren en alles bij. Ja. De wachttijden. Ja, bij mij is dat nu, ik doe alleen 's morgens en 's avonds en zaterdag voormiddag. Wachttijden heb ik niet, maar het is nu wel geweest dat bijvoorbeeld twee weken al vol stond. Ja. Waar is jouw zaakje gelegen? In Bilze. Leuk, hè? Ik kom hier in het beeld. Even afgeleid. In Bilze, kort bij het kasteel van Aldebiezen, dus op Leten 2A. En daar heb ik mijn zaakje gevestigd. Ja. Heb je ook een website? Ja, ik heb een website www.catfriends.be en daar staat ook alle informatie. Ja. En heb jij ook een Facebookpagina? Ik heb een Instagrampagina. We hebben ook nog wel heel belangrijk nieuws, want Helen geeft nog iets weg. En dat is? Ik heb een verzorgpakketje met de uitleg hoe je de kat moet verzorgen thuis. Het wereldberoemde stinkkussentje. De nodige kam. Oh. En beloning voor de katjes. Dus dit kunnen ze winnen. Wat moet je doen? Natuurlijk naar de reportage kijken. Helen volgen via Facebook of Instagram. De juiste code doorsturen naar kristel@deklaptafel.be. En wie weet, ga jij jouw katje gelukkig maken. Ik zou zeggen, kijken. Ik dank je natuurlijk voor het leuke onthaal en mij te leren kennen met de leuke poes. U daarachter, ik wil nog graag mijn vriendin Christel Vellemans bedanken voor mij terecht te brengen bij al de poesen. En aan de kijker zou ik zeggen, weet je geen raad? Niet bij Tante Kaat, maar bij Helen de Wilde. Dag! Dag!